Antje, jij staat hier als oud-kampioen, maar ook als toernooidirecteur. Wat gebeurt er allemaal dit weekend? Nou ja, dit is wel heel bijzonder dat dit gebeurt. Eten met de meesters van de wereld. Dat zijn eigenlijk de wereldkampioenen, ex-wereldkampioenen, die allemaal nog in leven zijn natuurlijk. It's absolutely incredible. Like, this is a historic moment with all the history. Everybody is part of a chain of tradition and I love being in this group. To think of the, you know, that Jaap Eden 125 years ago, you know, winning the worlds, and this is where it all started. To come back is it's great. It's such an honor to be here. En waar hebben jullie het dan over met elkaar als je elkaar ziet? Nou, met name de oude verhalen even ophalen, even herinneringen ophalen en bepaalde dingen heb je ook anders beleefd. And you were on the ice today in the Olympic Stadium. How did that feel? I want to skate again. I want to go back. I wish I trained a little bit more, but no, it felt great. It was really fun to be out there. But skating is hard. I mean, you know, we're all the skaters that, you know, we're not in shape that we used to be in. We're saying, you know, this is hard. It's 4 laps, you feel it. Vanavond een illustre gezelschap aan louter kampioenen. Hoe voelt dat? Ja, uniek. Het is gewoon heel bijzonder om hier met generaties kampioenen te zijn. En ja, het is wel leuk, want we zijn al een hele dag samen. Dus je hebt al een aantal gesproken. En nou ja, wat ik wel leuk vind om te merken, ik had vroeger ook altijd een poster van schaatsers. Maar iedereen, als je zo hoort, heeft iedereen wel een poster die, van iemand die hier dan ook is, zeg maar. Dus als jonkie ben je dan ooit geïnspireerd door een schaatser uit de andere generatie. En het is gewoon heel uniek dat je dan ooit ook al dan zelf de top hebt gehaald. En kampioen bent geworden. En dan ook dat je nog, ja, dat je nog met elkaar zo samen kan zijn. Ik vind het echt waanzinnig mooi. How do you look forward to next weekend in Amsterdam? For us, it's pretty special to have a World Championships here. In the outside, how do you see that? Yeah, I think it's cool, you know, doing something unique and bringing the World Championships to the center of the city here and getting the fans out in a new atmosphere. I think it's so exciting. I wish I would have been able to be a part of something like this. But we're definitely going to have a good time watching these champions compete and see who can win. En hoe ga jij komend weekend beleven? Ga je rustig zitten of zit je vol spanning? Nee, ik ga niet rustig zitten. Op zich ben ik gastheer voor onze VIP's en voor onze meesters van de wereld. En heel veel media ook wat voorbij komt. Dus, maar ik laat het ook over me heen komen en ik ga zeker ook genieten van de wedstrijd. Ja. Dankjewel, veel plezier.